De beperking op het sociaal leven kan voor veel stress zorgen. Simpelweg omdat de COVID-19-crisis geen normale situatie is. Dit haalde Rudy Dwarkasing, medisch directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij zegt dat stress kan ontstaan omdat mensen de situatie niet kunnen overzien. Met stress gaat er volgens hem een aantal klachten gepaard. Stress in deze periode kan als één van de gedragsproblemen gezien worden. Die kan leiden tot agressie. Maar er zijn ook andere problemen die zich voordoen. Zoals? Slecht slapen, snel geïrriteerd zijn, geen zin hebben om iets te doen. Ja. En maar gedemotiveerd ook, raken. Ja, heel erg gedemotiveerd zijn. Lijken alsof je lusteloos bent, geen plezier hebt, et cetera. Maar ook... Is het een vorm van opgeven, dat men opgeeft? Nee, dat zijn in principe normale reacties. Mm-hmm. Wanneer dit soort stresserende omstandigheden langere tijd zich voordoen. Mm-hmm. En dat is een normale reactie in principe. Maar je moet weten, één, je moet weten dat het normaal is in deze situatie. En twee, dan moet je kijken wat je ermee kunt doen. Yeah. En dat kan wel. En hoe kunnen mensen hun angst in toom houden? Hoe angst kunnen ze dat doen? Angst is een heel lastig ding. Om die angst in te tomen, laat me dit ervan zeggen, zou je een aantal stappen moeten maken. Eén, je moet weten eerst dat deze reacties het gevolg zijn van die absurde situatie. Ja. Toch? Eerst. Twee, dan ga je analyse voor jezelf maken. Wat gebeurt er nou precies met mij? Hoe zit het met mijn huishouding? Ik kan me voorstellen als iemand, een alleenstaande vrouw, nog met vier kindertjes thuis zit en er moet brood op de planken en ze kan niet gaan werken. Dan begrijp je dat het allerlei reacties met zich meebrengt. Hoe kan je controle krijgen waar je het dreigt te verliezen? Mm-hmm. Hoe kan je weer controle krijgen op een aantal facetten van het leven? En dat is heel erg belangrijk. Ja. Dwarkasing haalde verder aan dat mensen niet alleen gedragsproblemen kunnen vertonen vanwege de stress, maar dat ook lichaamsklachten zich kunnen voordoen. Hij zegt daarom dat het belangrijk is om het sociaal contact te behouden door onder andere social media. Maar het kan zich ook vertalen in allerlei lichamelijke klachten. Maagpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn, nekpijn, noem maar wat. Het kan een aantal lichamelijke verschijnselen, dus die angst kan leiden tot een aantal lichamelijke klachten. Ja, klopt. Toch probeer dat sociaal contact wat er altijd is geweest op die manier. Mm-hmm. Er zal nog een periode aankomen sowieso waarin we teruggaan naar echt dat fysieke weer. Maar voor dit moment probeer dat sociaal contact met mensen te houden. Ja. Dat geeft ook een ander gevoel. En voortvloeiend vanuit dat sociaal contact kan je misschien nog iets betekenen voor somebody. En dat geeft je een stukje voldoening. Te midden van die hele negativiteit en ellendige situatie kan dat je een stukje voldoening geven. Rudy Dwarkasing, medisch directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.